Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Danske, en vandaag hebben jullie weer wat live Call of the Ghost. En vandaag is het episode 6 van live welke game mode. En vandaag is het de game mode Domination. En ik denk niet echt dat ik Domination voor jullie hoef uit te leggen, want het is vrij voor dat leek. Iedereen kent het wel, dus het zou een beetje onnodig zijn om het uit te leggen. In ieder geval, het is op Prison Break. En even kijken, wat gaan we gebruiken op Prison Break? Op Prison Break ben ik eigenlijk gewend om een MSBS te nemen. En dat zou op zich wel een goede keuze zijn, aangezien dit live is. En live speel ik iets liever met Assault. Dus ik wil misschien in de toekomst nog wel gewoon mijn Specialist gaan spelen en zo. Maar nou even niet. daar komt eigenlijk even neer. Misschien als ik dit weekend zo even veel gespeeld heb. Maar nou wil ik even snel een gameplaytje hebben. En live. Dus dat is wel belangrijk dat het wel een beetje goed is. Dus pak even de MSBS. Gewoon even een beetje. Je kijkt dan een beetje showen met mijn wapen. Nou, we moeten sowieso zo dat we B hebben. Maar trouwens, dit kun je ook naaien volgens mij, hè? Kijk dan, tadaa. Hoe vet is dat? Niks schieten, gewoon knijven. Ze zijn nog niet bij B. Hierboven misschien al. Oh shit, daar keek ik er zuiver overheen, even serieus. Had een shotgun, ook al geluk. Ze zitten nog steeds niet bij B. Dat kan ik niet begrijpen. Niet grappig. Oh shit, longshot. Ik had niet verwacht dat hij me niet zag, man. Ik denk hij ziet me wel. Oh shit, nou ben ik wel fucked. Dit kan ik nooit overleven. Wacht, mijn health generator, daar wil ik al proberen te challengen. Hoorde ik nou iemand? Ik heb net even mijn oortje ingedaan van mijn telefoon. Dus ik probeer even iets te horen. En ik zag hem lopen. Ik hoor nou mezelf voortaan lopen, dat is irritant. Die kerel die zou je niet horen lopen, want die loopt niet. Dat is ook een manier. Gewoon ergens gaan liggen, dan zul je nooit horen. Dat is tenminste iets. Oh, de team is mooi aan het cap. Goed zo, doe ik wel mee. Ik vertrouw op jou, hè. Makker, Jumbo. 5-0, wij hebben minder man. En de enemy staat ook 5-0. Kom terug. Ik zit vast, mijn team blokt me. Oh shit. Ja, en dan word je genaaid. Ja, ik kon niks doen, mijn team blokte mij. Ik kon naar achteren. Ik werd vol van voren gehit. En die klootzak die blokt me. Het is irritant dat wij minder man hebben, man. Daar gaat nergens over. Oh jongen, dat hoor je echt goed als je oortjes in hebt. Tering. Hey jongen, sit down, Sunny. Achter mij. Dat moet wel. Team zit er voor mij. Dan zou ze hieronder moeten lopen. Ergens. Daar zit ze inderdaad. Ik weet niet waar die kerel heen kijkt, maar die lag je net ook al. Die zag me ook al niet. En voor zover ik weet, ik ben nog steeds geen ghost. Ik heb wel eens een ghost masker op. Maar ik ben geen ghost. Achter hem 1. We hebben geen streaks, dus het maakt niet uit. Dan sta ik achter hem 1 of sta ik achter hem 23. Zou je nog steeds boven zitten? Dan zit hij beneden zelfs. Mijn team zit er boven, maar de enemies zitten beneden. Nog leuker. I'm hit! Kun je dat horen? Ja, GameStop staat daar iets zachter. Nou hoor ik echt veel meer jongens, dit oortje. Ik denk dat ik voor het al mijn oortje speel. Tot ik een headset ga kopen. Ik hoorde heel dat iets, man. Dat is fucking irritant. Wat is mijn teammate volgens mij die boven zit? Dat moet ik nog wel leren, anders ook gek. Taking fire! Oh, die kill had shotgun. Hey, ranked up. Zeker nice. Die 37. Hopelijk krijg ik van het weekend dan mijn PlayStation 4. Want die zou ik eigenlijk vandaag krijgen. Nee, gisteren krijgen, als deze video online staat. Nou staat er dat ik hem vandaag krijg. Maar die wordt waarschijnlijk ook wel gewoon weer verzet naar morgen. Want zo werkt dat bij PostNL. Die zetten ze gewoon. Dan zeggen ze van, ah, je krijgt hem morgen. En dan morgen staat er ineens, je krijgt hem morgen. Zo werkt dat bij PostNL. Oh, ik had niet eens verwacht dat ik die zou hebben. Maar als het goed is, krijg ik hem sowieso vrijdag. En het is dubbel XP weekend op de next gen. Dus daar heb ik mooi dubbel XP. Dus als het goed is, ben ik daar ook mooi derde prestige. Zit die boven mij als het goed is? Als het niet goed is. Ik weet niet hoe het wil opvatten. Ik durf gewoon niet naar boven te gaan. Moet ik één keer. En ik denk dat ID ligt. Ik ga even kijken. Nee, geen ID. Hoe kan het zijn dat hier geen ID ligt? Er zit hier iemand te campen. Er moet hier helemaal vol liggen met ID's. Dat is normaal altijd. Ik wil even mijn streakjes binnen nemen. Dat is een grapje, man. Echt. Ik heb echt iets met karma. Ik weet niet wat dit moet kijken.
Oh, godverdomme, jezus. Oké, nou gaan we gewoon agressief spelen. Fuck my life. Normaal speel ik altijd wel agressief op deze map. En daar loopt eigenlijk ook altijd vrij goed af. Dus ik dacht net even, dus ik wil gewoon die killstreaks halen en dan word ik zo straf. What the fuck? Zag jullie kerel wegsprong, man? 20 om 2, ik wil zeggen 15, 20. Dat is niet zo verkeerd. Ik wil dat er iemand vandaan gaat komen. Waarschijnlijk als ze naar mijn kop draaien, komen ze er inderdaad aan. Misschien is ze niet zo slim, die lopen. Aangezien het C is van hun. Dus het kan zijn, dan knal ik er één af en dan spannen er drie langs. Dat hoor je echt duidelijk, jongen, met oortjes in of headset of iets. Want ik heb naar oortjes in, ik hoor ze gewoon lopen. En normaal echt niet. Sowieso niet. Zeker niet als ik live speel. Zo, dan sowieso niet. Want staat mijn geluid gewoon op 1 of zo, weet je wel. Niveau 1. Ik hoor iets lopen, echt sfeertje. Jongen, ik moet echt even kijken, want... Ik heb gewoon een compleet nieuwe game ontdekt. Echt gewoon een of andere, weet ik veel, sound game. Ik zie ze wel, alleen die explosieven die helpen niet echt. Hoppakee, de Hind is er binnen. Moet ik alleen oppassen. C, als we dit even kunnen cappen, ik wil hem meehelpen. Ja, hey, oh shit, hoeveel van die granaten hebben die mannen? Hoeveel van die shit hebben die mensen, man? Holy fuck, het ligt echt overal voor mijn granaten. Ik ga even dit inpakken, want ik wil even mijn streaks hebben. Hé, hey, jongen, hier, hallo. Dat was zo close. Ik weet zeker dat die kerel is waar ik was. Ze liepen echt recht naar mij toe. Zou zij al die support streaks hebben? Ik zou het niet weten, man. Ik weet niet eens hoe al die shit heet, want je hebt allemaal die dingen dat je de muur kan kijken en zo. Ik zou echt niet weten hoe die heet, want constant hoor je allemaal van die dingen. De enemy heeft dit, enemy heeft dat. En het is volgens mij allemaal fucking goed. Alleen, ja, wij hebben er nooit. Die hebben ook. Ik zal eens kijken, want mijn teammates die staan nou nog niet heel slecht, maar we hebben gewoon veel minder man. En er is volgens mij net weer eentje gerescued. Kom terug, kom terug. Jij bent van mij, hier kom. Oh god, god, non dieu. Waar zitten ze? Dominated. Wat, serieus? Dominated? Ik heb dit ding en waar word ik gedominated? Dat is wel echt triest. Staan wij heel ver achter? Ik kan het niet zien. Ik ga daar even kijken, anders ga ik even vandaag vlag cappen. Nee, ik wou nog net schieten. Oké, we hebben C. Ik ga naar B toe, denk ik. Oh, ik wou dat ding... Ah, wat? Nee? Waar kom jij vandaan? Ik wou dat wapen pakken. Oh, hij pakte de wapen op. Ik denk, what the fuck gebeurt hier nou weer? Nee, niet losing C. We staan helemaal niet zo heel ver achter, dus we kunnen nog winnen. Dus ik ga denk even voor de win spelen. Als dat lukt tenminste, want ik kan wel vlaggen cappen, maar ik kan ze natuurlijk niet allemaal houden. Ik ga B proberen te cappen, die is ook het beste om te houden. Ik denk dat het misschien beter is, heel even mijn streak inkomen. Oké, ik kan even mijn streaks in. Want ik denk dat ik dadelijk ga verdedigen en ik ga bij B zitten. Dan kan ik bij B makkelijk weer de streaks halen en B verdedigen tegelijkertijd. Ik heb nog nooit zo'n irritante chopper in een game meegemaakt. Even serieus. Als jullie Black Ops 1 hebben gespeeld, dan weten jullie hoe chill die chopper was om te besturen. Want deze is echt gewoon... kut. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen eigenlijk. Dit is gewoon een kut ding. Ik kan niet zeg maar even naar beneden. Dat moet je helemaal irritant doen. Maar dit is wel een goede map voor deze killstreak zoals je ziet. Alleen ze gaan gewoon niet dood. Dat scheelt. Er is een soort van spawn protection. En dat is op zich goed. Daar heb ik het een tijdje geleden ook over gehad in Black Ops was dat volgens mij. Black Ops 2. Dat ik vond dat er spawn protection terug moest komen. En hier zit er weer spawn protection in. Dus dat is gunstig. En ik had niet eens in de gaten of we al zo goed speelden. Daar nog een man. Zit allemaal beneden of niet? 54-4. Nou, dat is nog niet zo verkeerd voor een live commentaar, jongens. Ik moet eigenlijk misschien een serie doen. Road to a Live 100 Plus of zo. Misschien is dat een leuk idee. Ik vind het in ieder geval een leuk idee. En ik ging bijna dood met IED.
kom jij vandaan, maat? Ik hoor hem lopen, anders wist ik het echt niet. Nee, maar even serieus, ik had straks toch wel ook een match, had ik 69 kills. Nou, ik ga er nou denk ik al overheen. Hoeft trouwens niet, maar ik heb nou maar 4 deads, toen had ik er veel meer. Laat dat ding maar even liggen. Ja, ik wil eigenlijk zeker, ik wil eigenlijk wel dat die match langer duurt. Ja, ik wil eigenlijk naar B toe, C vertrouw ik niet. C is echt een spawn. Ah, oh, what the fuck. Oké, okay, nou gaan we naar B toe. Ik wil even kijken of mijn match nog iets langer kunnen laten duren. Dat is best wel random, ze spawnen echt op een plek waar ze niet hadden mogen spawnen. Of ja, hij spawnt trouwens niet, maar lullig. Hij kwam in mijn rug gewoon. Come on, come on, come on. Oh shit, ik wou net naar boven aim. Ik weet niet of ze het kon zien, maar ik wou net dit doen. Kijk dat ze van achter kwamen. Gelijk weer 2 keer dood voor niks. Maar we hebben in ieder geval B. Shit. Nou zal het er niet, dit zal het er niet. Ik ga nou echt niet dood door, omdat ik net gedempt ben met een granaat. Geen zin in. Sit down, Sunny. Oké, we beginnen weer. Come on, we gaan weer op schriek. Goed zo. Goed zo, goed zo, goed zo. Hier zitten die mensen, maar ik durf er eigenlijk niet op af te gaan. Ja, dat zat er aan te komen. Nou ga ik tot de dood er allemaal shit. Ik was 70 kills. Nee, we hebben nog maar een paar puntjes. Snel, snel, snel. Ik hoef er maar 5. Waar zitten jullie? Waar zitten jullie? Oké, laat maar. Ik geef het op. Shit. 65-7. Heel de tijd 4 tegen... Hoeveel is het nou? 2-6. Ik dacht even dat ik 7 man zag. Nou, en die 65-7 voor een live commentaar is zeker niet verkeerd. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En ja, als jullie meer willen zien en je nog niet abonneert, zou ik zeggen abonneer. En tot de volgende keer. Houdoe.